Hartelijk welkom op ons ondernemerscafé van HLB van Daal en Partners. Onze gastspreker van vanavond is Jort Kelder. Ja, weet u eigenlijk wel hoe het allemaal heurt? Ik zal de kwelling tot minimale proporties terugbrengen, want ik ga eigenlijk alle mannen in deze zaal plagen. Ik ga jullie dingen vertellen die meestal alleen begrepen worden door vrouwen. Want vrouwen zeggen altijd, waarom zijn die Nederlandse mannen zo lomp? Waarom doen ze nooit iets aan hun schoenen? Kan dat niet anders? Waarom houden ze nooit een deur open? Accountantsbelasting, 23 partners is erbij gekomen. En ik begrijp dat er ook een Limburgse afdeling is. En dat is nog even een klein cultuurschokje. Want in Limburg doen ze normaal helemaal niet aan boekhouding. Nou goed, dat leren ze dan. En je dacht, voor de gelegenheid doe ik een paar clownschoenen aan. Of is dit je normale? Mijn normale? Zwarte cijfers, rode schoenen, is dat het idee? Zoiets, lekker opvallen. Hij durft in ieder geval, dat is al heel wat. Hij heeft een eigen persoonlijkheid. Vind je dat accountants wat meer aan hun stijl moeten doen? Even kijken. Oh, je naam staat... Oh, ijdeltuit, kijk nou. Zijn naam staat erin. Ik heb me in het oude geld verdiept. En eerlijk is eerlijk, ik maak natuurlijk in het programma altijd een beetje grapjes ervan. Maar ik vind ook dat we er best iets van kunnen leren. Hoe je met elkaar omgaat. En we hebben heel veel ten goede veranderd. Maar een aantal dingen ook niet ten goede, denk ik. Waardoor de samenleving harder is geworden, onaangenamer, minder... charmant, in ieder geval in de verhouding over en weer. We zijn minder beleefd geworden. We gaan aan tafel, belangrijk moment. Als je nou uitgegeten bent, je bent gewoon klaar met eten, wat doe je dan met je mes en je vork? Leg je dat A open met de tanden van de vork omhoog of leg je dat gesloten met de tanden naar beneden? 12 seconden, salueer of salueer niet. En als u klaar bent met eten, is dit de juiste stand om aan te geven dat u voldaan bent. Maar let wel, met gesloten vork. Dit is puur voor de stabiliteit op het bord. Ik hoop dat jullie dit ter harte nemen. Maar ik heb er eerlijk gezegd weinig illusies over. En dat geeft mij weer de mogelijkheid om volgend jaar een nieuwe serie te maken. Ik blijf hier nog even aan de bar. Wat drinken we dan? Gewoon bier. Adel drinkt geen champagne, zijn ze veel te zuinig voor. Die drinken hele zure rode wijn, want rode wijn is chic. Het moet altijd Frans zijn, mag nooit uit een nieuw land. En het moet een beetje trekken, zodat je er niet te veel van neemt. Oh, ze zijn zo vermoeid, jongens. Dames en heren, ik dank u zeer. De bar is open.